Hartelijk welkom allemaal. Vandaag gaat het over MS en spasticiteit, een webinar van MS Vereniging Nederland. En we hebben twee interessante sprekers gevonden die daar van alles over kunnen vertellen. Voor de deelnemers, de microfoon en camera staan uit. Vragen kun je stellen via de chat en hou je mobiele telefoon, je smartphone bij de hand. De opname is achteraf beschikbaar. Allereerst een vraag voor jullie deelnemers, namelijk wij willen weten wie er in de zaal zitten. De vraag is, heb je zelf last van spasticiteit? En die vraag die kun je nu door middel van de poll beantwoorden. En beantwoord de vraag en vergeet niet op submit te klikken. En als je geen MS hebt en wel aanwezig bent, dan mag je daar ook antwoord op geven. Op die manier. Nou, de meeste mensen hebben een beetje last van spasticiteit. Ik zal zo dadelijk even de resultaten met jullie delen. En dat ga ik nu doen. De stembus is gesloten en dit zijn de resultaten. Nou, het is altijd fijn voor ons en ook de gastsprekers om te weten wat voor mensen er in de zaal zitten. En de gastsprekers en ik zijn uitgesloten van deelname. Oké. Dan is het nu tijd om nog iemand binnen te laten. Dat ga ik nu doen. En ik wil jullie graag voorstellen aan Rudwina Braaksma. Zij is een van de revalidatieartsen bij Revalidatiecentrum Roesing in Enschede. En Rudwina gaat van alles vertellen over spasticiteit bij MS. Rudwina, als je je PowerPoint wilt delen, dan kun je gang gaan. Ja, ik ga even mijn PowerPoint delen. Even de goede pakken. Momentje hoor. Ja, dit is share. Kan ik de polvraag er vandaan... Die kun je zelf wegklikken. Kan ik wegklikken, hè? Ja, oh, helemaal goed. Ja, ik ben inderdaad een van de revalidatieartsen van Roesing. Leuk dat ik hier vandaag iets mag vertellen over spasticiteit. Ik zie zelf onder andere mensen met MS, polyklinisch vooral, en daarnaast ook mensen met hersenletsel, grotendeels niet aangeboren en voor een klein deel ook aangeboren hersenletsel. En ik werk nu ongeveer 5 jaar hier in dit revalidatiecentrum. Ik zal even doorklikken door de presentatie. Ik wilde graag iets gaan vertellen over spasticiteit. Kort een stukje over de definitie en dergelijke, wanneer te behandelen. En dan vooral iets over de meer invasieve behandelopties. Dus niet zozeer de medicijnen en dergelijke, maar meer onder andere de botox-injecties. Omdat dat ook de specifieke vraag was voor deze webinar. En daarna hebben we ook mogelijkheid voor vragen. Daar ga ik iets te snel doorheen, excuus. Spasticiteit is een symptoom dat zich vaak uit met verhoogde spierspanning. Het komt niet alleen voor bij MS, ook bij andere centraal neurologische aandoeningen. Bij MS komt het wel regelmatig voor. De getallen lopen wat uiteen. Wat vaak wordt gerapporteerd is dat het bij ongeveer 80% globaal van de mensen met MS voorkomt. Dus dat is best wel veel. Waarbij de mate waarin dat voorkomt wel wisselt natuurlijk. Sommige mensen hebben het heel lichtjes en af en toe. Andere mensen worden daar echt wel dagelijks door gehinderd. Het komt in elk geval vaak voor. Klacht die verder voorkomt bij spasticiteit zijn onwillekeurige bewegingen van spieren. Daar kom ik straks nog wel ietsjes verder op. Eigenlijk de meest eenvoudige manier om dat uit te leggen is met dit plaatje. Wat ik onderaan deze slide heb staan. Spasticiteit is eigenlijk een reactie op een prikkel van buitenaf. Meestal tenminste. En dit is eigenlijk het beroemde voorbeeld van een neuroloog die met het hamertje op de kniepees slaat. En dat geeft een prikkel via de spieren, via de zenuwen, naar het ruggenmerg. En dan is er een terugkerende reactie eigenlijk weer naar de spieren. Waardoor de knie gaat strekken. En al die reacties die worden vanuit hogere delen van het zenuwstelsel, vanuit de hersenen,
normaal gesproken geremd door dalende banen. Nou, dat is best een ingewikkeld verhaal. Maar als er ergens in het zenuwstelsel schade optreedt, in het ruggenmerg kan dat zijn, kan ook in de hersenen zijn, dan worden die remmende banen, die kunnen dan eigenlijk niet hun normale werking doen. Waardoor die reflex, bijvoorbeeld dan nu van de kniepees, veel levendiger kan zijn. Het been kan dan, in plaats van dat het een heel klein beetje omhoog gaat, heel erg ver omhoog gaan. Of zelfs al door blijven doortrillen. En dat kan je, dit is dan eigenlijk een voorbeeld van in de onderzoekskamer, maar dat soort reacties kunnen zich in dagelijks leven ook, kunnen dan ook plaatsvinden. Ik heb wat voorbeelden hiervan ook in het plaatje. Oh, ik wist eigenlijk niet eens dat hij ging bewegen in de praktijk. Maar dat is op zich wel handig. Wat voorkomt zijn strekspasmen. Dat zie je eigenlijk in het plaatje linksboven. Dan gaat de heup strekken, de knie strekken en ook de voet gaat strekken. Buigspasmen komen ook voor. Dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde. In het plaatje rechtsboven gaat de heup buigen, de knie buigen en ook de voet gaat mee omhoog. Op het plaatje is dat in de benen het geval. Dat soort spasmen kunnen in de armen ook voorkomen. Verder kan een clonus optreden. Dat is eigenlijk meer dat aan-uit effect van spieren, wat ik net ook al een beetje aangaf. Dat zien we vaak in de voet. Dat de voet alsmaar op en neer trilt. Wat mensen verder aangeven is dat dat spasticiteit zich uit met een soort stijf gevoel. Het gevoel de spieren moeilijk te kunnen bewegen. Spasticiteit kan allerlei gevolgen hebben. Ik heb een aantal hiervan, aantal van deze gevolgen op de slide staan. Maar er zijn natuurlijk veel meer denkbare gevolgen. Pijn is vaak een belangrijke klacht. Pijn vanuit de spieren, doordat er veel aanspanning is. Of doordat de houding onprettig wordt door spasticiteit. Dat uit zich dan ook vaak bij problemen met het zitten of het liggen. Problemen bij het lopen kunnen voorkomen. Waarbij de stabiliteit minder goed kan zijn doordat de knie bijvoorbeeld heen en weer gaat knikken. Wat je ook wel regelmatig ziet is dat het lastig is om het been naar voren te zwaaien. Doordat het been als het ware stijf wordt, een soort van stelt waarbij de knie moeilijk gaat buigen. Maar problemen in het handelen komen ook voor. Bijvoorbeeld als iemand een voorwerp wil hanteren dat de vingers niet goed open willen gaan om iets te kunnen pakken. Of dat bij het reiken naar de keukenkastje de spieren die de elleboog buigen overactief raken, waardoor het strekken van de elleboog moeilijk gaat en de reikwijdte als het ware kleiner wordt. Maar ook bij het wassen en het aankleden kan het last geven tijdens diverse andere dagelijkse dingen, bijvoorbeeld ook bij seksualiteit. En wat we verder zien is als spasticiteit wat langer bestaat, de spieren ook korter van lengte kunnen worden, waardoor de beweging van het gewricht kleiner wordt. Bijvoorbeeld dat de knie niet meer helemaal goed recht kan, wat natuurlijk lastig kan zijn bij het staan of bij het lopen. Of dat de voet naar beneden gaat staan, een soort van spitsvoet ontstaat, waardoor ook het standvlak als het ware kleiner wordt bij het staan en ook de stabiliteit minder wordt. In sommige gevallen is spasticiteit ook niet alleen vervelend of negatief, maar kan het ook wel voordelen hebben. Het komt wel eens voor bijvoorbeeld dat mensen door weinig kracht in de benen nog moeilijk kunnen staan of lopen. Maar dat de spasticiteit dan maakt dat er toch een onwillekeurige hoge spierspanning ontstaat, waardoor het been toch stevig genoeg is om op te kunnen staan of zelfs een paar pasjes te kunnen lopen. En in dat soort gevallen is het ook wel belangrijk om voorzichtig te zijn met behandeling van de spasticiteit. Omdat je daarmee dan ook een nuttige functie eigenlijk vermindert. Nou, dan een stuk over spasticiteitsbehandeling. Het eerste wat we ons altijd eigenlijk moeten afvragen is of spasticiteit een probleem is. Of het dermate hinderlijk is dat behandeling nodig is. Dat is iets wat we prima in gesprek in de spreekkamer samen kunnen bepalen. Dan is het altijd belangrijk om te bedenken hoe functioneert iemand. Is
degene die spasticiteit heeft, iemand die loopt of zit die in een rolstoel? Is iemand aan het werken of is dat niet meer het geval? Welke bijwerkingen zijn eventueel vervelend voor iemand en welke zijn misschien wel acceptabel? En ook wat het doel is van de spasticiteit, spasticiteitsbehandeling. Ja, dat kan dan zijn bijvoorbeeld pijnafname, maar dat kan ook zijn makkelijker kunnen lopen. En dat maakt wel veel uit voor de keuzes die je kan maken. In een eerder webinar is al eens heel uitgebreid uitleg gegeven over verschillen tussen lokaal behandelen en globaal behandelen. Dus specifiek bepaalde plekken in het lichaam behandelen. Met bijvoorbeeld botox-injecties. Of meer globaal behandelen met bijvoorbeeld medicijnen. En dan is er ook nog de keus tussen meer tijdelijk werkende opties, zoals dan weer de medicijnen, die je soms ook zo nodig kan gebruiken. Dus alleen als er momenten zijn met klachten en verder niet. Of wat meer definitievere behandelopties, waar dit webinar ook net wat meer over zal gaan. Bijvoorbeeld met een operatie, waarvan je kan voorstellen dat het niet iets is wat je makkelijk terug kan draaien. Uiteindelijk is spasticiteitsbehandeling iets wat je samen bepaalt. Samen de revalidatiearts, of soms kunnen andere specialisten daar ook iets in doen. Samen met degene die MS heeft. En is dat een afweging van de voor- en de nadelen, onder andere. Eigenlijk het eerste wat je nog doet voordat je echt met een behandeling zou willen starten, is kijken of er factoren zijn die spasticiteit verergeren en waar je misschien iets mee kan doen. Het kunnen diverse dingen zijn. Spasticiteit kan toenemen bij dingen als een blaasontsteking, maar ook iets kleins, relatief kleins, zoals een ingegroeide teennagel, een wond, maar ook als iemand stress heeft. Stress doordat er leuke dingen aan zitten te komen, maar ook door negatieve dingen. Dus eigenlijk op allerlei, er zijn allerlei verschillende factoren waar je misschien ook iets mee kan in de behandeling. En als je daar iets mee kan en daarmee de spasticiteit kan laten afnemen, is dat natuurlijk het allermooist. Een van de eerste dingen die we vaak adviseren is ook fysiotherapie. Onder andere met rekoefeningen, waarbij we hopen dat dat in elk geval ook maakt dat de spieren minder snel verkorten en die contracturen die ik net al besprak, dat die ontstaan. Maar we denken ook wel dat in beweging blijven in elk geval kortdurende effecten kan hebben op de spasticiteit. Vaak geven mensen aan dat ze na bijvoorbeeld fietsen merken dat de benen even wat meer ontspannen zijn en dat ze er weer iets langer tegenaan kunnen. Het zijn vaak mooie dingen die je zelf al wel kan inzetten. Orthese zetten we wel eens in als behandeloptie. Vooral ook bijvoorbeeld de enkel-voet-orthese. Als spieren in het lopen in de weg zitten door spasticiteit, kan je dat soms gedeeltelijk al wel opvangen met een enkel-voet-orthese. De medicatie, daar zal ik nu niet verder op ingaan, maar dat is ook iets wat we veel toepassen in de praktijk. Vooral als de spasticiteit, wat bij het verspreiden aanwezig is, niet in één of twee spieren zit, maar wat meer door het hele lichaam, dan is dat soms een mooie optie. Dan kom ik op de botulinetoxine-injecties. Botox is vaak bij veel mensen wel bekend, meer vanuit de cosmetische behandelingen. De werking is eigenlijk hetzelfde, want het is dezelfde stof, maar we passen het op een andere wijze toe. Botox-injecties zijn eigenlijk de eerste keus qua behandeling als de spasticiteit plaatselijk is, dus in één of een paar spiergroepen voorkomt. Botox is eigenlijk een gif en in het plaatje staat op vrij duidelijke wijze, vind ik zelf wel, uitgelegd hoe het werkt. Het gele ding op het plaatje is eigenlijk het uiteinde van de zenuw. En daaronder het wat meer roodachtige gedeelte is de spier. En je ziet in het gele gedeelte blaasjes. Daar zit een stof in die zorgt voor de overdracht, de communicatie van de zenuw naar de spier. En botox blokkeert eigenlijk dat die stof zijn werking kan doen. Waardoor de stof vanuit de blaasjes niet in die ruimte tussen de zenuw en de spier kan komen. En daarmee dat de spier ook niet
kan samentrekken. Nou is het niet zo dat botox die prikkeloverdracht dan voor de hele spier blokkeert. Het is niet zo dat de spier volledig lam wordt, maar dat die wel minder hevig gaat aanspannen. Op het volgende plaatje heb ik nog ietsjes meer over de botox. Botox-injecties worden hier bij ons in het centrum onder echogeleide toegediend. Dat betekent dat met een soort van gel en de echokop eerst de spier in beeld wordt gebracht. Goed wordt gekeken op welke plek de botox toegediend moet worden. En dan nog met die echokop op de spier wordt ook de injectie toegediend. En dat kan in verschillende spieren tegelijkertijd. Er is wel een maximum dosering die je kan geven, maar je kan wel meerdere spieren tegelijk behandelen. En afhankelijk van of dat een grote of een kleine spier is, zijn dat soms meerdere injecties ook per spier. Botox werkt niet direct in. Dat duurt vaak een week of twee tot het maximaal werkt. En de werkingsduur is ongeveer 3 maanden. Soms is dat wat langer. Dat hangt een beetje af van de persoon. En hangt er volgens mij ook wat af van hoe vaak al de botox eerder is toegediend. Qua bijwerkingen horen we daar meestal niet zo heel veel problemen van. Wat voorkomt zijn blauwe plekken en pijn ter plekke van de injectie zelf. En soms zeggen mensen dat ze een paar dagen zich ietsjes grieperig voelen. En natuurlijk kan net als bij elke andere injectie een allergische reactie optreden of een infectie bijvoorbeeld. Maar over het algemeen valt het qua bijwerking heel erg mee. Na de botoxbehandeling volgt vaak een nabehandeling. Dat kan bestaan uit rekoefeningen, soms ook actieve oefentherapie bij een fysiotherapeut. Hangt ook een beetje af van wat het doel is van de behandeling. Soms twijfelen we of botox echt de juiste keuze is. We zijn er vooral voorzichtig mee als mensen bijvoorbeeld beter willen leren lopen of als het gaat om handfunctieproblemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om eerst nog een proefinjectie te doen met een andere stof, met lidocaïne meestal. Dat is een stof die dezelfde dag nog uitwerkt. Dan kan je een proefbehandeling doen om te kijken wat het effect is en mocht dat dan toch tegenvallen. En dan zit je daar niet die 3 tot 6 maanden aan vast, aan het effect. Dan kom ik op de fenolisatie. De fenolisatie lijkt ergens een beetje op de botoxbehandeling, maar heeft als belangrijk verschil daarmee dat je dat niet in de spier injecteert, maar in de buurt van de zenuw. Fenol is een stof, dat lijkt een beetje op alcohol. Dat heeft een giftige werking op de zenuw. Dat werkt direct, dus terwijl de naald in het lichaam is, zie je eigenlijk het effect al wel optreden. En het werkt vaak ook langer. En fenolisatie wordt hier in een roesing met elektrostimulatie gedaan. Dus eigenlijk een soort van schokjes worden toegediend om te kijken welke spier gaat er samentrekken. En als dat dan de goede plek is, als de goede plek is gevonden, kan dan de fenol worden toegediend. We kiezen hier vaak niet als eerste voor, tenminste de botox wordt vaker gedaan en dat heeft er vooral mee te maken dat een fenolisatie als een van de mogelijke bijwerkingen geeft dat ook het gevoelszenuwgedeelte wordt meebehandeld en meebehandeld kan worden per ongeluk als het ware en dat er daarmee zenuwpijnachtige klachten ontstaan. En dat is iets wat je natuurlijk liever niet wil en die kans heb je met de botox-injecties niet. Dat is wel weer een groot voordeel van de botox. We kiezen vaak voor de fenolisatie als er veel spieren moeten worden behandeld. En je met de botox eigenlijk tegen het maximum aantal spieren aan zit. Dus de maximale toegestane dosering dreigt te worden overschreden. En dan kan je door de fenolisatie toe te passen in totaal wat meer doen qua behandeling. Een van de zenuwen die nog wel regelmatig wordt behandeld met fenolisatie is de zenuw die achter in de knieholte loopt. Die zien we hier ook op het plaatje. En die zenuw die stuurt de kuitspieren aan. En wat hierbij kan gebeuren is dat het huidgedeelte in de buurt van de hiel die zenuwpijnachtige klachten geeft.
En verder wordt dit nog wel eens gedaan bij mensen die spasticiteit hebben van de spieren aan de binnenkant van de bovenbenen, waardoor de benen moeilijk kunnen spreiden. Dus dat wat betreft de fenolisatie. Chirurgie, operatieve behandelingen van spasticiteit bestaan ook. Dat is ook een mogelijkheid. Daarbij kunnen allerlei verschillende operaties wel worden gedaan. Onder andere het verlengen van pezen, doornemen van pezen. Ik denk in enkele gevallen ook wel operaties aan de botten. Maar bij MS wordt het in mijn ervaring niet zo heel vaak gedaan. En dat hangt er vooral mee samen dat het beeld bij MS niet stabiel is. Of in elk geval, je weet niet zeker of het stabiel zal zijn. En dat kan zijn dat effect daarmee toch uiteindelijk misschien niet is wat je had gewild later in de ontwikkeling van de ziekte. Je kan met verschillende redenen kan je kiezen voor operaties. Je kan het doen voor een arm, als een arm niet functioneel ingezet kan worden, een afunctionele arm is. Met het oog op bijvoorbeeld hygiëne. Soms komt voor dat de vingers van de hand niet meer goed kunnen openen. Dan kan de chirurg de pezen die de spieren, de pezen die de vingers buigen, doornemen, zodat de hand weer makkelijker opengemaakt kan worden en dat makkelijker kan worden schoongemaakt. Het kan ook om de houding te verbeteren of om pijn te verminderen. En bij armen die functioneel zijn, die je dus goed kan bewegen, waar je in dagelijks leven, die je in dagelijks leven ook kan inzetten, zijn we daar nog wat voorzichtiger mee. Er bestaan opties om ook armen die functioneel zijn te behandelen voor spasticiteit met chirurgie. Wat wel eens wordt gedaan is de spieren die de elleboog buigen. Ik kies ervoor dit onderwerp even te laten rusten, want ik bedenk me dat dit iets is wat we bij MS eigenlijk nauwelijks toepassen. Dus het is niet zo van toegevoegde waarde, denk ik, om dat nu te vertellen. Excuus daarvoor. Wat in de praktijk denk ik nog het vaakst wordt gedaan hier in Roesing, als het gaat om operaties bij spasticiteit bij MS, is de Achillespeesverlenging. Dat staat eigenlijk een beetje in het plaatje bovenaan de slide. Als spasticiteit wat langer bestaat van de kuitspieren, dan ontstaat soms een spitsvoet. Wat eigenlijk wil zeggen dat de voet niet meer helemaal recht kan, dat het gedeelte van de tenen als het ware lager staat dan de hiel. Dan kan de Achillespeesverlenging ervoor zorgen dat de voet weer recht komt te staan. Wat de chirurg dan doet, is een aantal sneetjes aanbrengen in de pees. En dan kan je vervolgens de voet kan je het wat op spanning brengen en het een heel klein beetje als het ware uit elkaar trekken. En dan heeft dat als voordeel dat de voet weer rechter op de grond kan komen te staan, dat het minder lastig is om goed passende schoenen te dragen. Op die manier wordt dat nog wel eens toegepast. Maar zoals ik al zei, operatieve dingen aan spieren en pezen wordt bij MS niet zo vaak toegepast. En dat is ook hoe het in de richtlijn staat beschreven. Kortom, er zijn veel verschillende behandelopties als het gaat om behandeling van spasticiteit bij MS. Ik vind het zelf altijd belangrijk om de voor- en nadelen van al die behandelingen goed samen te bespreken. En dan samen met degene die MS heeft en die spasticiteit heeft te beslissen of het wenselijk is om een behandeling op te starten. En wanneer en ook welke behandeling dan wordt gekozen. En ook samen te bekijken hoe te bepalen of het effectief is en hoe dat weer te evalueren. En dit is eigenlijk wat ik daar graag over wilde vertellen. Oké, hartelijk dank. Jij vraagt je af of er vragen zijn. Ellemieke? In een van jouw eerste slides heb je het over contractuurvorming. Mm-hmm. Zag ik staan. Kun je nog even uitleggen wat dat precies is? Zeker.
Ja, contractuurvorming, het is ook wel een ingewikkelde term. Het gaat eigenlijk over verkorting van spieren. Misschien kan ik het makkelijkst wel met mijn arm uitleggen. Die kan ik ook in beeld houden. Als je bijvoorbeeld de spasticiteit van je elleboogbuigers hebt, kan het zijn dat de elleboog niet vaak meer of nauwelijks nog helemaal volledig strekt in de praktijk. En dan geleidelijk kunnen de spieren aan deze kant wat gaan verkorten. Waardoor je gaat zien dat die strekking ook echt niet meer helemaal bereikt kan worden. En dat kan zich op die manier op verschillende plekken in het lichaam voordoen. Wat je bij spasticiteit vaak ziet is dat het als het wat langer bestaat, dat de weefsels ook wat veranderen. Dat de spieren en de pees ook wat stugger worden. Ik denk dat ik deze manier heb uitgelegd. Is dat een begrijpelijk antwoord zo? Dat is een begrijpelijk antwoord. En dat er komt net nog een vraag binnen, die sluit daar eigenlijk bij aan. Als je al langer spasme hebt, kan dat dan nog spontaan minder worden of overgaan? Dat is een goede vraag. In de praktijk, ja, dan moet ik echt puur kijken naar welke mensen met spasticiteit er bij mij langs zijn gekomen. Ik hoor dat wel eens. Dat het bij periodes storend is en dat er dan ook wel eens weer fases zijn waarin dat minder het geval is. Helemaal genezen van spasticiteit. Ik denk niet dat dat spontaan veel voorkomt. Maar je hoort wel eens dat mensen bepaalde fases doormaken waarin ze veel meer hinder hebben. En soms hangt dat dan achteraf toch ook samen met bepaalde omgevingsfactoren. Met het hebben van een moeilijke tijd door stress bijvoorbeeld. Of doordat er medisch van alles aan de hand was. En dat als dat dan achter de rug is, dat de spasmen ook weer afnemen. Ja, en als door spasmen spieren korter zijn geworden, is dat op een of andere manier door oefenen of trainen, kun je die spieren weer wat rekken? Of gaat dat ook? We hopen in elk geval wel dat door daar goed in het begin al alert op te zijn, door rekoefeningen te doen, dat je dat kan voorkomen. Als de verkorting er al is, dan, ja, als dat nog niet heel ernstig is, kan je inderdaad wel proberen dat met rekoefeningen weer wat beter te maken. Wat soms nog wel wordt gedaan is kortdurende gipsbehandeling bijvoorbeeld van de enkel. Dat gaat vaak bij ons via de orthopedisch chirurg, dat door wat langdurigere lek, dat je toch hoopt dat het daar dan weer wat beter wordt. Mocht dat niet lukken, dan kom je wat meer in die operatieve opties eigenlijk terecht. Als het al nodig is om het te behandelen natuurlijk. Ja. Ik kan er nog kort op aanvullen voor de handen. Kan je ook bepaalde spalken gebruiken, soms ook nachtspalken. Om dan tijdens de nacht bijvoorbeeld daar wat meer lek nog op te hebben. Ja. En dan een hele andere vraag. Je hebt het over orthese gehad. En inderdaad, bij mij is bijvoorbeeld de enkelvoetorthese bekend. Maar wat voor orthese zijn er nog meer? Je hebt ook bijvoorbeeld polsspalken, handspalken, vingerspalken. Je kan voor heel veel dingen spalken maken, maar voor heel veel andere gewrichten is dat eigenlijk gewoon niet zo praktisch. Je zou in theorie ook een knie wel in een spalk kunnen doen. Maar ja, dan kan je daar dat zit in het dagelijks leven heel erg dwars. Dus we gebruiken ze met name voor de enkel, voor de voet. En wel voor de pols en de vingers. Maar andere gewrichten eigenlijk niet zozeer. Tenminste niet om overdag te gebruiken. Dan zou ik me nog kunnen voorstellen dat je iets met een nachtspalk of zo gaat doen. Ook dat wordt verder niet zoveel gedaan. Lijkt me ook inderdaad niet heel prettig om mee te slapen dan, nee. Nee. Laatste vraag. Over fenolisatie heb jij gezegd dat jullie dat bij roesing vooral met elektrostimulatie doen? Ja, dat klopt. Ik pas zelf die behandeling niet toe. Wij hebben een aantal revalidatieartsen hier die de invasieve spasticiteitsbehandelingen doen, de botox en de fenol, om bij hun de meeste expertise en kennis en ervaring als het ware te laten blijven.
wat ze doen is eigenlijk met een soort van apparaatje aan de buitenkant. Op de plek waarvan we weten, daar loopt de zenuw de schokjes toedienen om te kijken, hé, daar zit hij. En dan de naald inbrengen en dan vervolgens, als ik het goed zeg, ook met aan de naald nog weer die schokken, schokjes toe te dienen om te kijken of de goede spier samentrekt. Ja, er komt nu net nog een vraag binnen. Welke medicijnen zijn er beschikbaar? Dat is ook een goede vraag. Dus er zijn een aantal medicijnen die we vaak gebruiken. De eerste stap die we vaak doen is de baclofen. Dat is een middel waarvan ik in de praktijk ook merk dat veel mensen daar wel eens van gehoord hebben. Dat is eigenlijk een middel dat zorgt voor ontspanning van de spieren. Dat ook iets doet op de prikkeloverdracht van de zenuwen naar de spier. Als dat niet goed werkt, dan kunnen we nog overgaan op een ander middel. De tisanidine is dat. Dat middel werkt vaak ook wel goed. Alleen het nadeel daarvan is dat je leverfunctiecontroles moet doen. Omdat het middel daar ook bijwerkingen kan hebben. Dus dan zit je aan bloedcontroles. Verder Topirison passen we nog wel eens toe. Topamio is de merknaam. Dat middel is alleen niet, of in elk geval nog niet, geregistreerd voor gebruik bij spasticiteit bij MS. Dus dat is dan iets om rekening mee te houden. En verder bestaan er nog wel andere middelen, maar die gebruiken we eigenlijk nauwelijks vanwege toch wel te veel bijwerkingen en dergelijke. Ik denk deze drie worden in de praktijk het meest gebruikt. Ze zijn ook opgenomen in de richtlijn, spasticiteitsbehandeling. Oké, dankjewel. Die richtlijnen waar jij het over hebt, is daar eigenlijk een patiëntvriendelijke versie van? Waar mensen die kunnen vinden? Er staat wel in elk geval een inleiding in die patiëntvriendelijk is, zo uit mijn hoofd. Of er echt een volledige samenvatting van is die patiëntvriendelijk is, dat betwijfel ik. Maar hij is wel vrij makkelijk te vinden op internet, middels Google. Ja. En op richtlijn spasticiteitsbehandeling MS. De richtlijn die niet alleen voor MS is, maar ook voor TVA, voor hersenletsel. Er staan aldoor wel aanbevelingen en dergelijke ook in die richtlijn, die denk ik wel goed leesbaar zijn. Oké. Ja. Dankjewel, dat waren de vragen. Helemaal goed. Hartelijk bedankt, Rutina Braaksma. We gaan zo dadelijk door naar Jolien Schuttevaar. Maar eerst heb ik een vraag aan de deelnemers. Pak je mobiele telefoon, je smartphone bij de hand, want die heb je nu nodig. Ik heb een vraag voor jullie en dat is deze vraag. Die komt nu in beeld. Ik zet even je camera uit, Rutina, dan... Zo, die kan Jolien straks weer aanzetten. De vraag is aan deelnemers, wat is nu jouw tip om goed om te gaan met spasticiteit? Misschien heb je iets gevonden wat voor jou werkt. Dat kun je delen met de andere deelnemers. En dat doe je door met je mobiele telefoon naar www.menti.com te gaan. Daar moet je een code invoeren. En die code is, die staat ook hierboven aan het scherm, hè? De code is 72 46 62 26. Dus www.menti.com en dan code 72 46 62 26. En dan kun je 3 tips geven. Probeer ze kort te houden, niet te veel woorden. Tips aan anderen kun je dan geven. En als een tip vaker wordt gegeven, dan wordt het woord van die tip wordt groter. Je zult zo dadelijk zien dat jouw tip in beeld komt. Schrijf www.menti.com 7246 6226. En meestal duurt het even voordat de eerste tips binnenkomen en dan volgt de rest snel. Kijk, daar zijn ze. Bewegen, op tijd je rust nemen, warmte helpt, zegt iemand. En nu hebben 2 mensen een reactie gegeven, dat zie je rechtsonder. Wandelen.
wandelen, is dat met de rondjes om, blokjes om, ommetjes app, waar de MS Vereniging Nederland ook een account heeft of team heeft? Strekken, wandelen. Ja, mooi. Veel mensen zeggen bewegen. Fitness onder begeleiding. Kijken wat er nog meer binnenkomt. Ja, je ziet dat heel vaak rust is genoemd, alleen niet met dezelfde bewoordingen. Maar dat zijn vier mensen: op tijd rust, rusten, op tijd rusten, rust. Dat betekent dat naast bewegen tijdig rusten ook belangrijk wordt gevonden. Nou, we wachten nog heel even. Jullie kunnen nog steeds antwoord geven op deze vraag. Of eigenlijk niet, want ik heb een volgende vraag. Sluit hem dus ook nog niet af. Ik ga door naar de volgende vraag. En die vraag luidt... Even. Ik moet even het... Ja, de slide verder zetten. Dus je kunt nu nog inzenden. 1, 2, 3. Nee, te laat. We gaan door naar de volgende vraag. Namelijk deze vraag. Dat is een inleiding... Voor Jolien, die zo dadelijk gaat presenteren. Welke behandeling of behandelingen tegen spasticiteit gebruik jij? We hebben zojuist een aantal behandelingen genoemd. Ruudwina Braaksma heeft die met je doorgenomen. Welke gebruik je nu? En daar kun je als het goed is nu ook weer antwoord op geven. Je hoeft niet een nieuwe code in te voeren. Kijk. Eén iemand heeft antwoord gegeven. Botox, baclofen, fysio. En als er meer dingen zijn die je hebt, kun je ook meer antwoorden geven. Geen, dat is ook een prima antwoord. Als er meer mensen zijn die geen behandeling gebruiken, kunnen zij dat ook op die manier invullen. Die van Tony misschien? We wachten nog heel even. 7 mensen. Meer mensen hebben antwoord gegeven dan zojuist. Ja. Staan aan de pakpaal. Ja. Nou, er druppelen nog steeds antwoorden binnen, dus we blijven nog even wachten. Jolien Schuttevaar, je kan misschien je camera al aanzetten. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Jolien is ook revalidatiearts aan Revalidatiecentrum Roesing in Enschede. En zal zo dadelijk haar presentatie beginnen. Ja, ik wacht ook even met spanning op alle antwoorden die komen. Het is inderdaad leuk om te zien wat voor mensen er aan het kijken zijn. En wat leuk is dat met de eerste polvraag, van wie hebben er eigenlijk spasticiteit, dat er ook best wel veel mensen een ja hadden aangegeven. Mm-hmm. Dan hoop ik dat ze ook veel aan deze presentaties hebben. Ja. En wat ik was natuurlijk zelf heel benieuwd of hier ook intrathecale baclofen in voor zou komen. Dat zie ik nu niet in deze WordCloud. Want dat is een stukje waar ik dan zo meteen wat meer over ga vertellen. Dat is eigenlijk nog een invasieve behandeling die net nog niet genoemd is. Die ook met name medicamenteus is. Dus daar ga ik zo wat uitgebreider op in. Want dat is ook best een uitgebreide behandeling. Maar ik zie daar hier niet voorbij komen. Dus ik ga het zo meteen maar eens vertellen. Nee, en ik zie dat er ook geen reacties meer binnenkomen. Dus ik stel zo voor dat jij begint met je scherm delen en start met de presentatie. Je kan dit scherm overroelen, zeg maar. Oké. Ik zie het inderdaad. Als het goed is, zit ik bij iedereen in beeld? Perfect, ga je gang. Nou, ik ben Jolien Schuttevaar en ik werk ook als revalidatiearts in het Roesing, net als Ruudwina. Ik werk alleen in het dagelijks leven eigenlijk niet met MS-patiënten, maar met name met dwarslesie-patiënten. Ik werk op de kliniek van de dwarslesie.
Maar wij doen ook het intrathecale baclofen traject. Dus in dat kader zie ik wel af en toe MS-patiënten. Nou, het werkt soms wel goed om dan aan de hand van een casus iets uit te leggen. Dan gaat het wat meer leven. En ik heb voor nu een casus in mijn hoofd van een mevrouw van 60 jaar die wij op de afdeling hebben gehad. Een mevrouw met secundair progressief MS en hele hinderlijke spasmen in de benen. De armen viel eigenlijk wel mee, maar haar benen, met name de knieën, die klemmen eigenlijk continu tegen elkaar aan. Waardoor ze drukplekken kreeg aan de binnenkant van de huid. Maar waardoor ze ook continu pijn en een stijf gevoel had tijdens het zitten. En ja, dat hinderde haar eigenlijk de hele dag door en ook 's nachts. En nou ja, zij gebruikte al medicijnen. Dus ze was begonnen met baclofen, ze gebruikte ook sedaluut en ze gebruikte nog een middel. Maar dat had eigenlijk onvoldoende effect en kreeg ze wel snel bijwerkingen van. En met name wat sufheid, vermoeidheid. En daarnaast heeft zij ook botulinetoxine injecties gehad, maar dat deed eigenlijk ook niet voldoende. Want er waren in haar geval waarschijnlijk ook een heleboel spieren die tegelijkertijd allemaal spastisch waren. Dus die je ook niet allemaal met botulinetoxine zou kunnen behandelen. Nou ja, en dit was echt iemand waarvan we dachten dat het kan zeggen geschikt zijn voor eventueel intrathecale baclofenpomp. Want zo wordt het in de volksmond denk ik ook genoemd, de baclofenpomp. Dus dat is goed om eens te kijken. Dit is een voorbeeld van de patiënt, daar kom ik straks nog even op terug. Hoe het met die patiënt verder is gegaan in het traject. Maar ik zal eerst wat algemene dingen vertellen. Nou, de eerste is denk ik, wat is baclofen? Daar heeft Rudwina al even naar gerefereerd en wat uitleg over gegeven. Maar waarom zou je dat toedienen via een pomp en niet gewoon met tabletten? Wat zijn de voordelen? Nou, dan een stukje over hoe werkt de pomp. En heel belangrijk, wanneer kom ik voor een pomp in aanmerking? Nou, wat zijn de nadelen en de risico's? En hoe ziet het traject er dan uit? En dan ook nog een stukje vervolg van die casus en ervaringen bij de MS. Want net als de andere middelen wordt het niet alleen bij MS-patiënten ingezet, maar ook bij mensen met een dwarslesie of met een CVA. Eigenlijk alle aandoeningen waarbij je spasticiteit zou kunnen hebben. Nou, dit gaan we snel doorheen. Baclofen is dus inderdaad een spierverslapper. Het remt die signaaloverdracht waar Rudwina het ook al over had, tussen de zenuwcellen en in de spieren. En baclofen doet dat ook op ruggenmergniveau. En er staan nog een paar die andere medicatie, die heb ik daar nog even opgenoemd. Dus zo zijn er nog wel meer te benoemen. Maar dit zijn de belangrijkste. Dat zijn eigenlijk diezelfde, als Rudwina ook noemde, de sedaluut, dat is tizanidine en tolpedison. Maar waarom zou je dat nou toedienen via een pomp en niet gewoon via tabletten en dan hoger doseren? Nou, er staat een plaatje, die heb ik al van de site van Medtronic. Als je een tablet inneemt, dan komt het via je spijsverteringsstelsel in de bloedbaan. En dan komt het eigenlijk dus in je hele lichaam terecht. Daardoor moet je wat hoger doseren, omdat het maar een klein deel komt op de plek waar het moet zijn. Plus, omdat het medicijn dus in een groot deel van je lichaam komt, heb je ook grotere kans op bijwerkingen op andere plekken. Wat de voordelen zijn van een pomp is dat het rechtstreeks op het goede plek waar het moet zijn uitkomt. Dus dat medicijn komt in de intrathecale ruimte, noemen ze dat. Dat is eigenlijk de holte waar het ruggenmerg in loopt. Dat is gevuld met hersenvocht. En dat noem je de intrathecale ruimte. Daar moet het medicijn uiteindelijk komen. Dus je wilt het daar rechtstreeks toedienen. Daardoor heb je ook een veel lagere dosis nodig. En dat heeft echt een heel, heel groot verschil. Want baclofen kun je wel via tabletten gaan tot 100 milligram per dag. En dat komt bij een baclofenpomp neer op 100 microgram per dag. Dus dat is echt een heel erg groot verschil in dosering. Nou, omdat het op de goede plek komt direct, heb je vaak een verhoogde werkzaamheid. En dus ook minder algemene bijwerkingen. En de bijwerkingen die je dan vaak ziet zijn inderdaad sufheid, misselijkheid, vermoeidheid. En er wordt ook wel spierzwakte benoemd. Maar daarvan kun je afvragen of dat echt een bijwerking is of ook gewoon een bijeffect. Omdat je dus een deel spasticiteit ook weghaalt en daardoor soms ook een stuk stevigheid. Dat is wat Rudwina net ook al vertelde. Nou, hoe werkt dan zo'n pomp? Ik weet niet of mensen wel eens een pomp hebben gezien. Hij staat daar boven in beeld. Het is een beetje groter van een hockeypuck. Zo ziet hij er ongeveer uit. En er staat een plaatje bij waar hij dan wordt geïmplanteerd.
Het idee is dat er door een neurochirurg een kathetertje wordt geplaatst in die intrathecale ruimte. En daar komt dat baclofen dan straks uit. Dan loopt er een slangetje naar die pomp en dat slangetje wordt getunneld door de huid heen. En dan wordt die pomp geïmplanteerd vlak onder de huid. En dat is bewust heel oppervlakkig, omdat je erbij moet kunnen om die pomp bij te vullen. Want in die pomp, daar zitten radertjes en daar zit baclofen in. En die pomp die kun je programmeren om op een bepaalde snelheid te lopen. Maar die baclofen die daarin zit, die raakt ook op. Dus die moet af en toe worden bijgevuld. En dat doen ze via dat gaatje in het midden. Dus dat kan gewoon dwars door de huid heen. Nou, ik noemde net al dat die pomp draadloos geprogrammeerd wordt. Dus je kunt door middel van een tablet instellen hoe snel je die pomp wilt laten lopen. En wat het mooie is, er is ook een flexibele dosering mogelijk. Dus je kunt ook zeggen, nou, ik heb bijvoorbeeld alleen tijdens ADL-momenten veel last van spasmen. Laat ik dan de pomp wat sneller lopen en de rest van de dag wat lager. Dus daar kun je heel veel mogelijkheden hebben. Je kunt ook met hele kleine stapjes ophogen en verlagen. En dat doe je allemaal door middel van die tablet. En dat is niet iets wat patiënten zelf doen. Ook omdat het om zulke kleine hoeveelheden gaat, kan dat mogelijk grote verschillen geven als je dat ophoogt of verlaagt. Dus dat gebeurt altijd door een arts of een neurochirurg die ervaring heeft met zo'n pomp. Maar dat werkt heel mooi op die manier. En is dus gewoon heel goed, heel gemakkelijk te gebruiken. Nou, we hadden een polvraag bedacht. Ik ben wel benieuwd, hè, want we komen nu even op het stukje van, goh, wanneer, wat verwacht je nou aan voordelen ook van zo'n pomp? En dan kom je eigenlijk een beetje op de doelen. Waarom zou je zo'n baclofenpomp nemen? Dus ik ben wel heel benieuwd wat iedereen daarvan vindt. Ja, en de deelnemers kunnen daar nu antwoord op geven. En je kan meerdere opties aanvinken. Dus als je meer voordelen kunt noemen, dan kan dat. En misschien staan niet alle voordelen of de voordelen die jij zou willen noemen hierin. Die kun je in de chat kwijt qua antwoord. Nou, wij zien al dat de antwoorden nu binnendruppelen. Vergeet niet op submit te klikken. Ongeveer van de helft van de mensen heeft nu geantwoord. Wacht er nog heel even. Sommige mensen hebben ook aangegeven geen last van spasticiteit te hebben. Dus ik verwacht geen 100% antwoord. Nou. Ik denk dat dit het ongeveer is. De stembus is nu gesloten en dit zijn de resultaten. Nou, het is wel mooi verdeeld. Als ik zo zie, we hadden zelf wat indicaties bedacht. En eigenlijk zie je overal wel, als ik het zo zie, mensen die daar op hebben gestemd, om zo maar te zeggen. Dus makkelijkere zorg, beter staan of lopen, betere transfers maken, met name ook wel beter slapen en minder pijn. Ik klik hem even weg. Want dan gaan we door op, wanneer kom je dan in aanmerking voor zo'n pomp? Nou, eigenlijk is punt 1 natuurlijk, er moet sprake zijn van hinderlijke spasticiteit. Anders dan hoef je het niet te behandelen. En het kan ook voordelen hebben, zoals ook Rosina al uitlegde. Dus dat is denk ik punt 1. En punt 2 is, er moet onvoldoende baat zijn bij andere behandelingen. Dus net als de mevrouw uit de casus, die had al van allerlei medicijnen gebruikt. En ook al botulinetoxine. En eigenlijk had dat allemaal helemaal geen effect. En daarnaast had zij ook nog last van bijwerkingen. En dat komt ook vaak voor. Als je last van bijwerkingen hebt van baclofen, dan kun je soms maar heel laag doseren voordat al die bijwerkingen al ontstaan. Dus dit zijn eigenlijk de drie belangrijkste punten om af te gaan van, nou, zou het iets voor mij kunnen zijn? En dat geldt dus eigenlijk, denk ik, voor best een grote groep patiënten. En ook een van de redenen om dit zo te delen is ook wel om wat meer bekendheid te geven aan dit als mogelijkheid. Want het is in ieder geval goed om te weten dat het bestaat. Nou, hoe ziet zo'n traject er nou uit? Dit gaat over het traject in Enschede, want je kunt op verschillende plekken in Nederland kun je zo'n intrathecale baclofenpomp krijgen. 8 of 9 plekken en dat is wel overal net iets anders ingedeeld. Maar volgens mij meestal wel een beetje zoals wij het hier ook doen. Nou, het begint natuurlijk bij een verwijzing en die komt vaak van een huisarts, maar ook van een andere revalidatiearts of van de neurochirurg of neuroloog.
waar mensen dus gewoon blijken heel veel last te hebben van spasticiteit en vaak niks tot nu toe werkt. Nou, dan komt zo'n patiënt hier op een intakegesprek bij mij, bij een van mijn collega's. En dan gaan we met name tijdens lichamelijk onderzoek kijken van hoe ernstig is die spasticiteit. En het belangrijkste is eigenlijk uitvragen wat zijn de doelen zijn om die spasticiteit wat te verminderen. En dat is echt het essentiële, daar kom ik straks nog wel op terug, van wat verwacht je uiteindelijk van deze behandeling. Apart vindt er ook nog een afspraak bij de neurochirurg plaats, want dat is degene die uiteindelijk ook die ingreep gaat doen. Die kijkt naar, zijn er problemen bijvoorbeeld medisch waardoor die operatie te gevaarlijk is of niet kan. Zij leggen ook de complicaties uit die je altijd hebt bij bepaalde ingrepen. Zodat een patiënt ook gewoon goed geïnformeerd is van hoe ziet zo'n traject eruit en wat zijn eventuele risico's. Dus die twee gesprekken vinden plaats. En dan kan zo'n patiënt al aangeven natuurlijk van wil ik dan verder in dat traject of weet ik voldoende en stopt het hier. Nou, dan wordt als iemand besluit om daarmee verder te gaan, dan wordt diegene besproken in een multidisciplinair overleg. Daar zit een revalidatieartsen bij, vanuit hier. Een fysiotherapeut, Care for Home Care. Dat is eigenlijk een bedrijf wat thuis de verzorging en ook het instellen doet van die pompen. Wij deden dat eerst hier zelf. Maar dit is heel mooi dat het nu in de thuissituatie kan. Dan hoeven mensen ook niet voor het vullen en het bijstellen naar het revalidatiecentrum te komen. Dus zij zitten daar ook bij. En de neurochirurgen uiteraard. Nou, dan wordt besproken van, dit is iemand die in aanmerking komt voor een proefbehandeling. Want er volgt altijd eerst een proefbehandeling. Daar ga ik zo nog even wat dieper op in, van in welke vormen dat voor kan komen. We beginnen altijd eerst met een nulmeting. Dus er wordt een spasticiteitsscreening gedaan. Want je wil eigenlijk weten van, hoe is de situatie nu? Ook om straks te kunnen, goed te kunnen vergelijken als iemand dan een proefbehandeling heeft. Wat het verschil is geweest. Want soms is dat gedurende die behandeling best lastig. Omdat je geleidelijk soms ook aan het ophogen bent. Is het altijd mooi om te kunnen vergelijken. Nou, daarna volgt de proefbehandeling. Daar zijn twee opties voor. Die zal ik dus zo iets uitgebreider nog beschrijven. En als iemand na die proefbehandeling denkt van ik wil heel graag zo'n pomp. Dan wordt die daarna gepland voor de definitieve pompplaatsing. En dat gebeurt door de neurochirurgen in het ziekenhuis. Met één overnachting in het ziekenhuis. En daarna komt iemand in het revalidatiecentrum. Want dan is de pomp geplaatst. Maar dan staat hij nog op hele lage dosering. Dus dan ga je in het revalidatiecentrum. Ook met behulp van de therapeuten. Ophogen. Tot er echt het gewenste effect is bereikt. Dus dan ga je stapje voor stapje omhoog. En dan wordt er bekeken met de fysiotherapeut. En met de ergotherapeut. Van wat is bijvoorbeeld het effect op de transfers. Hoe bevalt het? Hoe verandert ook de zithouding bijvoorbeeld? Dat wordt allemaal dan elke dag bekeken. En als je dan op een mooie evenwicht zit, waarbij iemand tevreden is, dan ga je beginnen met het afbouwen van de tabletten, die mensen vaak toch nog gebruiken. En dat doen we vaak in het begin nog hier, maar niet alles, want je kunt één keer in een paar dagen een paar tabletten afbouwen vaak, dus dat duurt vaak nog wat langer. Maar soms moet dan net de pomp nog een tandje omhoog. En dat verder bijstellen van de dosering gebeurt dan in thuissituatie door Care for Home Care. En zij vullen ook de pomp. En dat is vaak één keer in de 3-4 maanden, een beetje afhankelijk van hoe snel die loopt, hoe hoog de dosering is, wordt dat dan gepland. En zo'n pomp, die moet ook één keer in de 6 jaar vervangen worden. Dat is dus ook iets wat wel bij dat traject hoort. Eén keer in de 6 jaar. Dat is dan een kleine ingreep bij de neurochirurg, die vervangt dan de pomp zelf. Nou, dan nog even over die proefbehandeling, want het is best een invasieve behandeling. Dus je wilt gewoon zeker weten dat het ook effect heeft, het effect wat je hoopt. En dan heb je twee opties, de eenmalige bolus of de proefpomp. Dat noemen we de extracorporele pomp, dat betekent letterlijk de pomp buiten het lichaam. Waarom kies je voor het een of het ander? Eigenlijk heeft dat met name te maken met de sta- en loopfunctie die iemand nog heeft. Want je hebt eventueel iets te verliezen. Ludwina vertelde net ook al, soms is spasticiteit nuttig. En kun je op spasticiteit ook nog staan of eventueel een beetje lopen. En dan wil je eigenlijk zeker weten van, hoe kom je dan uit
als je zo'n pop zou hebben. Dus mensen die staan en lopen, dan kun je, daar kiezen we dan vaak voor een proefpomp. En als je gewoon puur wilt weten, bijvoorbeeld voor de ADL of voor 's nachts veel spasmen, dan zou je ook in dagopname in het MST gewoon een eenmalige bolus kunnen krijgen. En dan wordt er vooraf en ook 2, 4 en 6 uur na die tijd de spasmen gescreend en lichamelijk onderzoek gedaan. En dan kun je ook kijken van, nou, is dat eventueel iets wat voor mij goed werkt? Want de een, daar werkt het veel beter bij dan bij de ander. Dan heeft het veel groter effect op spasticiteit. Dus het nadeel van de bolus is dat het geen mogelijkheid hebt om te titreren. Dus om op te hogen en te verlagen. Maar het voordeel is dat het natuurlijk veel korter is. Het is op dagopname met 1 overnachting. En zo'n proefpomp, dan wordt er een kathetertje geplaatst. En dan komt iemand naar het roesing. En dan gaan wij hier die extra corporele pomp aansluiten. En dan gaan we langzamerhand, eigenlijk op dezelfde manier als wat ik net al een beetje zei, bij de definitieve pomp, met elke dag fysiotherapie en ergotherapie kijken, hoe de pomp bevalt. En moet die nog een stukje omhoog, moet die een stukje omlaag? Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug met die casus. Je hebt gewoon veel meer mogelijkheden om dat wat uit te proberen. En ook wat lange tijd. Dus je kunt daar echt even mee functioneren. Je slaapt met die pomp. Dus dat is om iets uitgebreider te zien hoe het werkt. Nou, wat zijn nadelen en risico's? Het is natuurlijk best wel een complexe behandeling en ook wel invasief. Je hebt natuurlijk de bijwerkingen die kunnen zijn bij baclofen. En dat zijn eigenlijk die ik net ook al genoemd had. Vermoeidheid is een van de grootste. En ook al zijn de bijwerkingen wel een stuk lager dan bij tabletten, ze kunnen wel voorkomen. Dus het is wel goed om daar alert op te zijn. Complicaties. Je brengt natuurlijk een kathetertje in die intrathecale ruimte. Dus dat kan theoretisch, kun je daarbij ook een bacterie naar binnen brengen. Dan kan er een infectie ontstaan. Dan kom je echt op hersenvliesontsteking. Dus dat kan best heftig zijn. Komt bijna nooit voor, gelukkig. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar het is theoretisch natuurlijk wel mogelijk. En je zou ook iets kunnen beschadigen, dat er een bloedingje ontstaat. Dus je zou daar gewoon wel schade van kunnen krijgen. Gelukkig komt het bijna niet voor, maar het is wel goed om te weten. En ook de neurochirurgen die vertellen dan ook van hoe vaak komt dat voor. En die zullen dat heel uitgebreid uiteenzetten. En wat nog wel een complicatie is, of een complicatie, eigenlijk ook een soort bijwerking van zo'n proefpomp. Je maakt een gaatje in dat vlies, zeg maar, van de hersenen om bij die intrathecale ruimte te komen. En daardoor kan er wat hersenvocht lekken. En als dat gebeurt, kan dat heel veel hoofdpijnklachten geven of kunnen mensen zich daar niet lekker bij voelen. En dat is ook een reden dat als er zo'n proefpomp wordt geplaatst, en ook een definitieve pomp, dat mensen eerst 24 uur bedrust krijgen, omdat je dan de zwaartekracht niet hebt en dat een beetje meer verdeelt. Dus dat maakt de kans op lekkage wat minder. Dus dat kleine gaatje moet zich dan genezen en daarna kun je gewoon verder. Maar het is wel zo dat bij die proefpomp dat nog wel eens een keer voorkomt. En dan kan het soms ook moeilijk zijn om echt de effecten van die proefpomp te onderscheiden. Omdat je niet lekker voelt of hoofdpijn hebt. Dus we hopen altijd dat het niet voorkomt, maar af en toe is het wel zo. Nou, dan heb je nog de kans op over- of onderdosering. Daar kom ik zo nog even op terug. De pompvullingen, dat is natuurlijk wel een nadeel. Je moet wel één keer in zoveel tijd, moeten de mensen bij je thuis komen om dat te doen. Nou, die pompvervanging ook. En je hebt een aantal beperkingen bij de pomp waar je voor uit moet kijken. Dat is onder andere een MRI-scan. Je kunt wel in een MRI-scan, maar dat moet van bepaalde sterkte mag dat zijn. Dus er moet altijd worden nagevraagd van welke MRI-scan moet dat zijn. Want die hebben een bepaald aantal Tesla. Dan kan het zijn dat die pomp daar niet goed op reageert en dat die bijvoorbeeld stopt. Het is wel daarna altijd zaak om die pomp even te laten controleren. Dus als iemand dan een MRI-scan moet, dan laten ze dat altijd even weten bij Care for Home Care. En die checken dan daarna of dat goed gaat. En in principe staat die pomp dan weer vanzelf. Nou, iets anders is diepzeeduiken. Door de hoge druk kan die pomp wat beschadigen. Dus je kunt niet op grote diepte. En dat kan ook wat doen met de dosering van de pomp. En dat geldt eigenlijk ook bij verhoogde temperatuur. Dus het advies is om bijvoorbeeld niet in de sauna te gaan of echt hele warme baden boven de 39 graden. Het is niet dat het per se niet mag, maar het is wel, brengt wel voorzichtigheid. Want door die hogere temperatuur kan die pomp eventueel sneller gaan lopen met het risico op overdosering. Dus dat is met name heel grote voorzichtigheid. En wat nog wel belangrijk is, is dat je
ja, er kan altijd wat zijn met die pomp. Dat het wel goed is als je houdt van reizen en je komt graag in de jungle of in ontwikkelingslanden waar eigenlijk geen ziekenhuizen in de buurt zijn die eventueel iets met die pomp kunnen. Ja, dan heb je niks achter de hand als er iets zou gebeuren of de pomp zou, er zou iets met kathetertje zijn of iets dergelijks. Dus je moet altijd wel enigszins rekening mee houden waar je komt. Maar vaak zijn mensen die zo ernstige spasticiteit hebben ook niet mensen die in dat soort landen of diep in de jungle komen. Het is wel goed iets om wel rekening mee te houden. En het belangrijkste misschien nog wel, het niveau van functioneren kan veranderen. Want het kan dus zijn dat je staafunctie of loopfunctie verliest als je die spasticiteit weghaalt. En dat is per persoon natuurlijk, is dat dan het waard? Dus je overweegt, je probeert het en dan ga je de nadelen afwegen tegen de voordelen. En dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar het kan wel. Nou, er komt nog even een stukje over die over- en onderdosering. Ik heb het even uiteengezet omdat het belangrijk is om het een keer te zien dat het kan voorkomen. En dan kan het namelijk best ernstige gevolgen hebben. Als er sprake is van overdosering, dat komt met name vaak als er een menselijke fout eigenlijk is gemaakt. Dus als er bijvoorbeeld een te hoge dosering is aan concentratie of een concentratie aan baclofen in de pomp is gedaan of de pomp bijvoorbeeld te snel is opgehoogd, dan kun je symptomen daarvan krijgen. Sufheid, duizeligheid, slaperigheid. En dit zijn echt extreme dingen, die komen ook nagenoeg niet voor. Maar het is wel goed. Ik heb ze er met name ook neergezet om te zien wat het effect wel kan zijn. Dus het is wel iets om voorzichtig mee te zijn. En onderdosering, dan kun je dus denken aan bijvoorbeeld problemen met de pomp, het kathetertje. Daar staat ook een rijtje bij. En daarvan is met name jeuk iets wat dan voor kan komen. En gewenning, dat kan. Dat zie je bij MS ook nog wel eens. Maar dat is altijd lastig. Is het dan ook de progressie eventueel van de ziekte? Of is het gewenning aan de baclofen? Maar het gebeurt wel vaak dat in de loop van de tijd nog iets moet worden opgehoogd. Jolien, ik wil je heel even onderbreken. Er zijn best wat vragen in de chat. Dus, ja. En daar willen we natuurlijk ook de tijd voor nemen. Dus als je volgende slide, er zijn nog vier slides volgens mij. Drie, vier slides. Ik ben bijna ietsje vlotter en dan hebben we aandacht voor de deelnemers. Is goed. Nou, nog even terugkomend op de casus. Deze mevrouw die had nog wat sta- en loopfunctie. Toen zij de definitieve pomp, of de proefpomp kreeg, toen merkten we dat dus de spasmen helemaal onder controle kwamen, maar dat de staafunctie eigenlijk verloren ging. En daar heeft zij dus over nagedacht, van wat vind ik ervan? En uiteindelijk heeft zij wel gekozen voor een definitieve pomp, omdat voor haar die voordelen opwegen tegen de nadelen. Dus zij moest daarna transfers doen met een passieve lift. Maar goed, zoals ik al zei, dat kan natuurlijk een heel erg... dit is altijd heel persoonlijk. Nou, de ervaring bij MS tot nu toe, het is wat onvoorspelbaar. Dus het is heel goed altijd om zo'n proefbehandeling te doen. Het kan dus zijn dat mensen functioneel inleveren, met name ook omdat ze vaak laat verwezen zijn. Mensen eigenlijk al heel moeilijk functioneren, al heel veel moeite hebben. Bijvoorbeeld nog net een staande transfers met heel veel hulp of moeite hebben. En daardoor ook bij net iets vermindering van die spasticiteit bijvoorbeeld niet meer goed kunnen staan. Nou, er is soms achteruitgang van de MS na die tijd. Theoretisch kan dat niet helemaal worden verklaard, maar wat wel is aangegeven. En al geheel het negatieve effect van de opname, van de bedrust, het hele gebeuren. En de cognitieve problemen wilde ik ook nog wel noemen. Dat kan natuurlijk voorkomen bij MS. En daarvan is het moeilijk om dan precies het concrete doel te achterhalen. Dus dat is dan extra belangrijk om dat heel concreet te maken. Dus nou, de overwegingen, wat is het doel van de pomp? Pijn is geen primaire reden, maar eigenlijk een heleboel andere dingen wel. En pijn is wel een reden om er eens gewoon verder naar te kijken, want soms kan het toch wel echt bij spasticiteit zijn. Nou, goed kijken naar het huidige functioneren. Heb je iets te verliezen? En zou je dat eventueel daarvoor over hebben? Zijn de voorzieningen dan adequaat, mocht je sta- of loopfunctie wat verliezen en de cognitie in ogenschouw nemen? Dus het is met name verwachtingsmanagement. Goed naar elkaar uitspreken. Nou, mijn laatste dia. Het kan dus een zeer effectieve behandeling zijn voor spasticiteit, maar het is wel intensief en er kunnen complicaties optreden. Dus het is wel goed om je te laten informeren en ook heel wel overwogen te besluiten, waarbij met name die hulpvraag echt heel belangrijk is.
Ik heb hier nog even de logo's, want er zijn natuurlijk best wat partijen bij betrokken. In ons centrum, vandaar ook het MDO, waar we dan mee overleggen. Oké, hartelijk bedankt Jolien. Heel fijn, we gaan door naar de vragen in de chat. En Ellemieke heeft die zoals gewoonlijk weer verzameld. Ellemieke. Ja, allereerst eventjes nog wat antwoorden die zijn gegeven naar aanleiding van de poll over de voordelen die mensen ervaren met de poll. Drie mensen hebben nog iets anders ingevuld, namelijk één dat minder vermoeidheid, meer mobiliteit van extremiteiten, heeft iemand geantwoord. En dan zegt iemand nog een hogere kwaliteit van leven doordat ik meer energie heb, doordat ik beter slaap en ook de ADL makkelijker gaat. Dus dat zijn nog antwoorden die op die poll zijn gegeven. Verder heb ik in de chat gezet een overzicht van de behandelcentra waar die baclofenpomp wordt geplaatst. Dus mensen die gevraagd hebben van waar kan dat anders dan in Enschede? Hè? Dat is niet voor iedereen om de hoek. Dat staat in de chat. Dat zullen we ook nog eventjes naar jullie toe mailen. Naar alle deelnemers. En voor Care for Home Care geldt eigenlijk hetzelfde. Of, dat is ook een landelijke organisatie die met bijna alle behandelcentra samenwerkt. Even kijken. Dan vragen aan Jolien. Even kijken. Als er spierzwakte optreedt door het gebruik van de pomp, herstelt dat weer als je dan stopt met die pomp? Ja. Ja, het is niet iets wat dan blijvend is. Oké. Maar vaak wat we dan ook doen is dat we hem dan weer ietsje verlagen. En dan zie je vaak ook weer dat herstelt. Maar vaak komt dat dus omdat die spasticiteit dan toch iets terugkeert. Ja, ja. En wel een praktische vraag. Doordat dat die hockeypuck, zoals jij het noemde, onder je huid zit, kun je wel alle kleding blijven dragen? Ja, dat wel. Je ziet het soms wel. Dat is net een beetje ook afhankelijk van natuurlijk ook lichaamsbouw. Soms zie je wel, als mensen bijvoorbeeld een bikini aan zouden hebben, zou je wel een rondje kunnen zien met de puck, maar ook niet altijd. Dus ja, maar je kunt alle kleding dragen. Maar het maakt niet uit of je een strakke riem of iets daaroverheen. Oké. Even kijken, dan heb ik eigenlijk nog één vraag. Of je nog iets meer uitleg kan geven over de cognitieve gevolgen. Van de pomp? Of ja, ik denk dat een bijwerking was, hè, die je hebt. Ja, dat heeft eigenlijk meer te maken met gewoon een bijwerking algemeen van baclofen. Want dat dempt natuurlijk ook wel een beetje het zenuwstelsel. En vandaar kun je wat sufheid en daardoor misschien wat verminderde concentratie krijgen. Dat met name als bijwerking. Hoe ik het noemde, was het meer ook de cognitieve gevolgen die je soms bij MS kunt hebben. Dus het is niet zozeer specifiek van de intrathecale baclofen een bijwerking. Okay. Ja, ja. Ja, dat waren de vragen eigenlijk. Zoals ik al zei, we zullen inderdaad in het mailtje daar zullen we ook een terugkijklink inzetten. Die je uiteraard nog kunt delen met je behandelaars of wie dan ook. En daar zal ik ook de link naar de behandelcentra inzetten. Helemaal goed. Geef ik hem weer aan jou, Karen. Dankjewel. Nou, dit was dan het einde van dit webinar. Veel geleerd, veel gehoord. Een aantal links zijn gedeeld. Er wordt nog een en ander gedeeld met jullie, dus dat is heel fijn. Hartelijk bedankt Jolien Schuttevaar en Rowena Braaksma. Maar we zijn al aan het einde gekomen. Ik ben ondertussen mijn PowerPoint weer aan het delen. Dit webinar werd mede mogelijk gemaakt door Medtronic en door deze organisaties. Deelnemers, hartelijk bedankt. Nogmaals, sprekers, hartelijk bedankt. En tot ziens. Tot ziens. Dag.